bellen of appen op de fiets? Sinds 1 juli is het verboden. Doe je het wel, dan riskeer je een boete van 95 euro. Wij van RTV Focus namen de proef op de som en we keken onze ogen uit. Wijkagent Alrik van den Berg is blij met de nieuwe wet. Ik denk dat je je focus bij het verkeer moet hebben. Hè? Bij wat er in je omgeving gebeurt om ongelukken te voorkomen. Dus ik ben blij met de nieuwe regel. Veel aan doen. Volgens mij is het doel geweest van deze regel dat je minder met andere dingen bezig bent dan met het verkeer. Dus hou je telefoon in je zak, want dan hou je ook een hoop geld in je zak. En daar kan je weer leuke dingen mee doen.